In het district Kommerwijnen zijn de economische controledienst en politiefunctionarissen afgelopen vrijdag gestuurd op een grote partij illegale sigaretten. Die zijn afkomstig uit smokkelwaar en in beslag genomen. Ruim 3000 pakken sigaretten van de merken Tabacca, Three Stars, Tradition, Capital, Oris, Director Original maken deel uit van de in beslag genomen partij. Er is een procesverbaal opgemaakt door de medewerkers van de ECD. Door het Openbaar Ministerie zal een boete worden opgelegd aan de overtreder. De wet economische delicten en de wet tegengaan smokkelen zijn overtreden. Deze twee wetten zijn bedoeld om smokkelpraktijken aan banden te leggen, waarbij boetes of gevangenisstraffen kunnen worden opgelegd. Burgers die informatie hebben over illegale praktijken, mogen dit doorgeven via het verkort nummer 1940, dus 1940, of er mag een WhatsApp-bericht worden gestuurd naar 853-0915. Er zal discreet worden omgegaan met uw informatie, zegt het ministerie van Economische Zaken